Als iemand me morgen zou vertellen, je kan op operatie komen en een dokter die repareert je rug. En morgen kan je weer lopen. Dolgraag, dat zou ik vertekenen. Maar ik geloof daar niet direct in dat dat gaat gebeuren in mijn leven. Het is echt wel triest als je het zo zou kunnen bekijken. Maar ja, het heeft me zoveel moois gebracht ook uiteindelijk. Wat ik zeg, het leven gaat door. En ik denk dat we dat goed moeten beseffen. Als je het op de man afvraagt, goh, zou iemand met een lichamelijke handicap dommer, slimmer zijn of minder gelukkig zijn als iemand zonder handicap? Dan zegt iedereen, nee, natuurlijk niet, want die kunnen net zo slim zijn en die kunnen net zoveel plezier hebben in het leven. Maar in de praktijk komt het er wel op neer dat ze toch even over je bolletje aaien en zeggen, wat knap allemaal. Mensen bedoelen het goed en ze willen je helpen. Maar ja, als ik in mijn t-shirtje bij de supermarkt sta en ik denk dat de menigeen niet zulke spierballen heeft. En er komt dan een hele lieve mevrouw van de jaren 65, 70, die zegt, die je boodschapjes gaat inpakken. Ja, en je zegt dan, nou mevrouw, dat hoeft niet hoor, want ik ben sterk genoeg, dat gaat me lukken. En dat je vervolgens eigenlijk min of meer een verontwaardigende blik krijgt van, nou, maar ik bedoel het goed en als het zo moet, dan ga ik je niet helpen. Maar als je dag in dag uit eigenlijk geconfronteerd wordt met mensen die zaken voor jou uit handen nemen. Ja, dan nemen ze eigenlijk ook een stukje van de regie van je leven over. Nu is het een kwestie van wachten. Niet veel spanning in je laten komen. En geduld. We zijn bij nummer 63. Ik ben nummer 99. Dat betekent dat er ongeveer nog een stuk of 37 voor me zijn. Ja, pak een beetje 20 minuten, 25 minuten, dan ben ik aan start. Vlissinger Kees-Jan van de Klooster zit vanwege een dwarslesie in een rolstoel. En hij is een van de beste zitskiers van de wereld. Zo deed hij laatst mee aan het wereldkampioenschap in Spanje. We wisselen nu de ski, dat is de inski-ski en de wedstrijdski. En de wedstrijdski is altijd even net iets extra's krijgt hij eronder, waardoor hij ietsje beter loopt. Dus die bewaar je en die zorg je dat hij het beste blijft voor de wedstrijd. De nadeel is dat je toch met een zekere focus door je leven gaat. De sport, ja, dat is iets waar je mee bezig bent. En als je daar eigenlijk van afdwaalt en je stapt in je auto en je gaat een week naar een wedstrijd, maar je bent daar thuis niet mee bezig, ja, dan ga je met een hele andere mindset daar naartoe. Dus dat werkt niet. Dus je merkt dat je thuis eigenlijk toch wel af en toe eens in een cocon leeft. En te weinig toekomt aan sociale activiteiten met vrienden en dat soort dingen. Nog twee nummertjes en dan is het erop. Kom maar, concentreren. Kom maar, kom. Ik heb jongens gezien in de revalidatie die zichzelf, doordat ze verlamd zijn geraakt, helemaal weggecijferd hebben. En een hele lieve vriendin die bij hun wilde blijven en ze wilde helpen en ondersteunen, wegstuurde van ja, wat heb je nog aan mij? Ik ben toch niemand meer? Jij wil vast een jongen die kan lopen. Ja, dan cijfer je jezelf weg. En ja, dan, ja, je verliest op dat moment gewoon je eigen waarde. En ik heb door de jaren heen gezien dat je kan een prachtig leven leiden en het zit hem vooral hier, hoe ga je ermee om? Ja, moeilijke momenten waren met name de gedachte dat ik mijn vriendin nooit meer achter op de fiets naar huis kon brengen. Dat is heel gek en dan besef je eigenlijk, als het zulke kleine dingen zijn die me in het leven treurig kunnen maken,
hoeveel kleine dingen zijn het dan niet in het leven die me vrolijk kunnen maken. En ik denk dat ik eigenlijk mede ook door die handicap mijn leven geestelijk rijker heb kunnen maken. Het schijnt dat als ik soms dingen zeg die ik graag wil of wil bereiken of waar ik van overtuigd ben, dat behoorlijk indringend over kan komen bij mensen. En ja, dat werkt wel eens tegen me als ik dingen wil bereiken. En ik probeer het zo subtiel en diplomatisch te brengen wanneer ik in situaties kom. Maar ja, sommige dingen gaan me zo aan het hart dat ik fel word. En ja, dat ik misschien andere mensen wel eens een beetje kwalijk neem dat ze niet met zo'n ruime blik naar de wereld durven te kijken. Of ja, daar kan ik wel heel gepassioneerd over worden. Ik denk dat mensen daar af en toe wel van schrikken. We schieten mensen af naar de maan en we maken foto's van Mars. Dus voor mensen met een beperking kunnen we zeker ook genoeg mogelijkheden verzinnen om een prachtig leven te leiden. En dan nog, als de slimste man of een van de slimste mensen ter wereld, Stephen Hawking, eigenlijk met een computer praat, maar toch gezien wordt als een van de slimste mensen ter wereld, ja, dan denk ik dat dat toch echt het allerbelangrijkste in de bovenkamer zit. En dat wil ik zo aan de camera thuis aan alle mensen. Hier zo zit het. Ik loop eigenlijk nu het parcours in mijn hoofd door. Probeer daar de overgangen die er zijn, de blinde bochten, goed in me op te nemen. Zodat ik straks eigenlijk onderweg, je hebt anderhalf, maximaal 2 seconden tussen 2 poorten in. Ja, iedere fractie van een seconde dat je twijfelt waar stond die poort nou precies. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat en dan moet je remmen om eigenlijk toch op tijd te blijven. Getogen in Zeeland, denk ik. Ik ben in Hulst geboren in 1977. Ik heb jaren in Zaamslag gewoond, op een dorpje. En vervolgens ben ik naar Hoek verhuisd en via Hoek in Vlissingen terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk van mijn 13e tot mijn... ik heb tussendoor nog even in Den Haag gezeten voor mijn studie, maar ja, tot mijn 34e heb ik in Vlissingen gewoond. Dus Zeeland is een heel groot deel. En ja, dat is ook wel fijn dat Zeeland eigenlijk... Het is klein, overzichtelijk. En misschien, daar hou ik toch wel van dat het overzichtelijk is. Ik denk dat ik veel geworsteld heb in mijn leven. En dat ik tot nu toe altijd nog boven gebleven ben. Dus dat is zeker van toepassing op mij. Dus ik draag het vaak met me mee. En ik denk dat ik het toch menig keer op een jaar uitspreek. Lukt er en ergo.